deze video de boxplot en we gaan schatten met behulp van interpoleren. Dat gaan we doen in de boxplot bij de vragen C, D en E. Maar we gaan dus eerst even focussen op de vragen A en B. Nou, we hebben hier een boxplot. Het gaat over het aantal koeien per melkveebedrijf. En we weten ook het aantal melkveebedrijven, namelijk 18.056. En als ik naar die boxplot ga kijken, ja, die verdeelt eigenlijk dat aantal in stukjes van 25%. Hè? En zo zie je dat er een bedrijf is, heeft een koe. Ja. En je ziet ook dat er een bedrijf is, heeft dus 1250 koeien. Dus ook een bedrijf heeft 117 koeien. Dat is trouwens ook het derde kwartiel. Dit is de mediaan. En hier hebben we het eerste kwartiel. Laagste waarneming, hoogste waarneming. En dat is eigenlijk de boxplot. Nou, weet je, we gaan naar de A-vraag kijken. En er staat: hoeveel bedrijven hebben meer dan 83 koeien? Nou ja, 83 is de mediaan. Hè? Dus meer dan 83, dat is dus 50%. 50% van het totaal. Nou, laten we dat eventjes gaan berekenen bij de A-vraag. Dus we doen 0,5 keer het totaal. Even op de rekenmachine en dan hebben wij 9028 bedrijven. Nou, we gaan naar de B-vraag. Dat is een theorievraag eigenlijk. Hè. Is het gemiddelde hoger of lager dan de mediaan? Nou ja, de mediaan zit hier. En je ziet dat aan de rechterkant heb je wat uitschieters, hè. En de mediaan is daar niet gevoelig voor, maar het gemiddelde wel. Dat gaan we even netjes opschrijven voor alle punten. Dus het gemiddelde is hoger dan de mediaan. Nou, waarom is dat zo? Nou ja, de spreiding rechts van de mediaan is groter. Nou ja, en als je dat volgende zinnetje er nog even bij zet, dan is het helemaal oké. Maar dat zei ik net eigenlijk ook al, hè. Nou, we gaan naar de C-vraag. Dus dat betekent dat we gaan interpoleren. En eigenlijk, ja, het hoeft nog niet bij de C-vraag, maar ik doe het wel. En trouwens, er staat ook, hè, doe dat met behulp van interpoleren. Maar als je gaat kijken naar 100 koeien, dan zit precies tussen 83 en 117 in. Ja? Dus ja, 0%. 25, 50, 75 cumulatief. En dus als 100 hier precies tussenin zit, dan moet ik wel uitkomen op 25 plus 25 plus de helft van 25. Hè? Dat is 62,5. Dus je kunt het in principe, zou je het kunnen beredeneren. Nou, je ziet al dat ik hier iets aan het doen ben. Want ik wil dus eigenlijk bij die boxplots, wil ik een cumulatieve tabel maken. He, dus met de cumulatieve percentages en de cumulatieve aantallen. Maar laten we het ook niet moeilijker maken dan het is. Dus 0% 1. He, dus eigenlijk tot 0%. Nou ja, in ieder geval een bedrijf met een koe. Nou, dan heb je 25%. He, de eerste kwartiel. Je hebt hier je mediaan. Het derde kwartiel. En dan heb je ook nog het totaal, hè, dus 100%. Er is dus een bedrijf en heeft 1250 koeien. Misschien zijn er wel meer bedrijven met 1250 koeien, hè, dat weten we natuurlijk niet. Maar goed, we gaan vraag C doen. En ik zei eigenlijk al, hè, 100, dat zit daar precies tussenin. Dus we moeten wel uitkomen op 62,5%. Maar ik ga de tabel gebruiken en 100 zit tussen 83 en 117 in. He, dus met interpoleren moet ik hier tussenin uitkomen. Nou, dan ga ik kijken naar het verschil van 50 en 75 en het verschil van 83 en 117. En dat zet ik in mijn eerste kolom. He, dus vandaar 25 en 34. Ja? Heel gummen. Nou, dan ga ik kijken naar die 100 en ik vraag me af, 100, hoe ver zit dat af van 83? Nou, 17. En dat zet ik dus rechtsonder in mijn kolom.
En ik wil graag weten met kruislings vermenigvuldigen wat ik afzit van die 50. Dus kruislings vermenigvuldigen. Dus 17 keer 25 gedeeld door 34 en dan kom je uit 12,5. Nou, die 12,5 die tel je dan weer op bij die 50. En dat is dus 62,5% van de bedrijven. Nou ja, goed, dan wordt er ook gevraagd om het aantal bedrijven. Dus we gaan dat nog eventjes vermenigvuldigen met die 18.056. Nou, als ik een toets geef, dan is interpoleren eigenlijk altijd 3 punten waard. Hè? Dus 1, 2 en uitkomend 62,5%. Hè? Dat is punt nummer 3. Nou ja, en dan heb je hier nog een stapje die je moet zetten voor punt nummer 4. Nou, we gaan naar de D-vraag. Geef met behulp van interpoleren een schatting van het aantal bedrijven met minder dan 250 koeien. Minder dan 250, hè? Daar zit 250. Dus dat is in ieder geval 25 plus 25 plus 25 is 75%. Ja, en een beetje, hè? Daar moet ik op uitkomen. Nou, laat ik 250 opzoeken in de tabel. En dan zet ik er even een kruisje neer. Nou, dan wil ik het verschil weten van die twee getallen en het verschil van die twee getallen. Hè? En die zet ik dan linksbovenin mijn eigen tabel. Dus dan komt hier 25 en daar komt 1133 te staan. Even gummen. Ja. Dan ga je kijken naar die 250 en ik vraag me af, hoe ver zit dat af van 117? Nou, dat is 133. En ik wil met kruislings vermenigvuldigen weten wat ik afzit van 75. Dat zet ik ook in mijn tabel. Nou, kruislings vermenigvuldigen en daar kom ik uit op... En ik rond dat eventjes af op 1 decimaal. 77,9% van de bedrijven heeft minder dan 250 koeien. Dus ik ga dat nog eventjes vermenigvuldigen met het aantal bedrijven. En dan kom ik uit op, nou, ik maak daar 14.065 van. Want anders dan heb ik misschien ook wel een bedrijf met 250 koeien. We gaan naar de volgende bladzijde toe en daar doe ik vraag E. Nou, het is wel een beetje anders dan de vragen C en D, want er staat nu meer dan in plaats van minder dan. Nou goed, 900 koeien. Hè? Dus dat zit dan, na 900 koeien, hè? Dat zit dan eigenlijk daar. Dus dat is maar, ja, dat stukje, hè. Dus dat is misschien, ja, kan het wel schatten zonder te interpoleren. Hè? Maar ja, misschien is dat een procent of 10, 9, zoiets. Nou, in ieder geval, dat gaan we natuurlijk niet schatten zonder te interpoleren. We gaan het doen met interpoleren. Nou, ik zoek die 900 op, zit hier tussen. Hè? Dus ik wil weten het verschil van 117 en 1250 en het verschil van 75 en 100... En dat zet ik in de linker kolom neer. Ja? Even gummen. Nou, dan ga ik kijken naar die 900. En dan vraag ik me af, hoe ver zit dat af van 117? Ja? En dat is 783. En dat zet ik dus in mijn tabelletje neer. Hier. En dan wil ik met kruislings vermenigvuldigen berekenen wat ik afzit van 75%. En dan heb ik dus berekend... Het percentage, ja, minder dan. Hè? Nou goed, kruislings vermenigvuldigen. En ik rond dat even af op 1 decimaal. En ik tel dat op bij 75%. Met andere woorden, 92,3% van de bedrijven, ja, heeft zeg maar tot en met 900 koeien. Hè? Maar ik wil weten, meer dan. Dus ik moet dat eventjes verrekenen met 100%. Dus 7,7% heeft meer dan 900 koeien. Nou, 7,7% van het totaal. Ja, dan kom ik uit op 1390 bedrijven. Einde video. Tot de volgende keer.